Dus laten we beginnen zitten en een beetje voor op de stoel. En goed met je zitbot op de stoel en rechtop. En dan gaan we het bekken kantelen. Naar voren en naar achter. En ga eens voor jezelf naar hoe je de bewegingen op gang zet. Want je kan natuurlijk wel dit. Maar dit is niet mijn bekken wat kant op. Dat is dan mijn bovenlichaam die beweging doet. Dus ik wil echt in beide zitbotten, daar wil ik het laten plaatsvinden. En dat betekent dus wellicht dat ik echt bij mijn buikspieren wil komen. Om te voelen, het zijn ook mijn buikspieren, de actie van mijn buikspieren die mijn bekken doen kantelen. En mijn onderrug, dus je kan ook als je wil af en toe je hand op je onderrug leggen. Je onderrug blijft ontspannen, je spieren. Let goed op dat je knieën niet gesloten zijn. De knieën die moeten goed, ja, nou ja, als je de neiging hebt om ze te sluiten, kan je ze natuurlijk extra extreem openen. Maar in principe zijn ze natuurlijk wel ja, met een soort verbinding met elkaar. Als je een ballon of een ballen hebt, zou je hier die tijdens de hele les of tijdens deze oefening vast kunnen houden. Om een gevoel te hebben dat die benen moeten samenwerken. Dus kantel je bekken. Beweeg voor en achter op je zitbotten. En voel, ja, misschien kan je ook voelen wat doet dat met de druk in je voeten, want daar heb je een beetje. Voel wat het doet met je buikspieren. En met het gevoel dat ook al kantelt mijn bekken. Mijn wervelkolom, dus mijn ruggengraat, mijn lengte blijft. Ik blijf groeien in mijn wervelkolom. Dus ik word niet kleiner en dan weer recht en dan groter.
En dan kom je in bezitten, zonder bekken te kantelen. En voel maar de echo van die beweging. Hoe verspreidt die zich in je lichaam? Waar gaat die naartoe? En wat brengt je deze beweging? Kijk of je het gevoel kan krijgen dat er twee bewegingen, twee richtingen in jou bewegen. Een neerwaartse richting, dus ik zit. En een opwaartse richting van ik sta. En in principe als die twee richtingen een evenwicht hebben gevonden samen in jouw lichaam. Dan is het zitten wordt echt moeiteloos. En dan stel je dus ook niet meer de vraag, zit ik recht, zit ik niet recht. Als die twee richtingen in evenwicht zijn, zou je zo kunnen opstaan en gaan rennen, bij wijze van spreken. Of zou je zo gaan liggen op de grond en gaan slapen. Dus dan is het bewegen naar één van die richtingen, kan je zo voorstellen. In principe, als we staan het schoen doen, wil je hetzelfde. Wil je en de neerwaartse en de opwaartse richting voelen. Meestal in het begin van de Qigong training, dan is er meer aandacht voor het neerwaartse. Want dat is loslaten, gronden, ankeren, verbinden. En een aantal van ons, die hebben soms in het dagelijks leven te veel de neiging om of in hun hoofd of te veel in hun bovenlichaam, aanwezig te zijn, waardoor loslaten, gronden, etc. wel wat vervreemd is geworden. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk wel de twee richtingen, de twee bewegingen nodig. Net als emotioneel moet je en kunnen huilen, dat is neerwaarts, en kunnen lachen, dat is opwaarts. Maar je moet ook kunnen bewegen en een midden kunnen vinden tussen die twee. Als je alleen maar iemand bent die lacht en je kan niks anders, dan kan je niet bewegen naar het huilen of naar een neerwaartse emotie. Dan kan je daar ook last van krijgen. En als jij daar geen last van krijgt, krijg je de mensen om je heen last van. En dat je altijd of boven bent of onder bent. Maar die emoties, dat is lastig veranderen, dat is lastig sturen. Dus waar wij het in zoeken is, nou ja, dan het lichaam. Want het lichaam is de container voor de emoties. Is de drager voor al ons innerlijk leven en de manifestatie hiervan. Nu zet je één voet iets naar voren. Alleen de hiel op de grond, dus de knie is gebogen, je voorvoet is van de grond. En je gaat eigenlijk, en je kan je hand hebben bij je wel, dat maakt niet uit. Je gaat je voet uitdraaien en terug. Of uit en in, sorry, helemaal uit en helemaal in. Dus vanaf je heupgewicht draait je voet je hele been naar buiten en je hele been naar binnen. Nou, om te kijken, van, kan je de liesplooi goed vrijmaken? Als je te veel op mijn stoel zit, is dat lastig misschien. Hè? Dus kijk maar goed hoe je moet zitten, zodat je daar die vrijheid voelt om je been in en uit te draaien. Vanuit de lies.
En voel dat dan de knie en de enkel en de voet, die respecteren de hoek die wordt gegeven door de liesvloei. En dus sommige van ons zijn meer flexibel in de heup en minder in de onderbeen. Sommige van ons zijn meer flexibel in de onderbeen, minder in de heup. Maar je houdt je heup aan. Dus wat je heup kan, dan moet de rest zich aan houden. En dus of de beweging is groot of klein, ja, dat heeft helemaal te maken met hoeveel je uitgedraaid bent in je heup. En daar kan je niet, daar ben je mee geboren hoor. Dus dat wordt niet beter door strekking. Geloof me. Als je bij de dansopleiding op de theaterschool komt, dan wordt gewoon, dat wordt gewoon allemaal gemeten. Dan ga je naar de fysiotherapeut en die gaat meten hoeveel uitdraai je in je heup hebt, hoeveel in je schouder, dit en dat. Want als je niet heel genoeg uitgedraaid bent, nou, dan hoef je niet eens dan kan je niet op de ballet, dan kan je beter naar een andere opleiding gaan. Of dan weet je in ieder geval dat het beperkt is. En hou die andere been goed stil. Dus dit is ook een soort van dissociatieoefening. Kan ik aanwezig zijn in mijn twee liesvlooien, in mijn twee benen. En die ene die beweegt vrij. En die ander, ja, daar blijf ik richting aan geven. Daar blijf ik steun aan geven. En breng je voetje op de grond en voel even na wat deze oefening voor je doet. En dan doen we de andere been, andere voet. Naar buiten en naar binnen. De hele voet. Terwijl die andere voet zijn richting houdt.
En dan stop je weer. En voel even na. En dan gaan we de hele wervelkolom bewegen. Dus we gaan weer met het bekken beginnen, maar je gaat ook naar beneden kijken en omhoog. Dus de beweging, de eerste beweging die we in het bekken deden, die laat je nog doortrekken door de hele wervelkolom. Het is alsof je, als je naar boven kijkt, alsof je gaat. Als je iets inslikt, je opent je mond. Als je naar boven gaat, kijk. En je sluit je mond naar beneden. En zorg dat je genoeg tijd geeft aan je hele wervelkolom om die beweging te doorlopen.
En stop even in het midden. Laat die beweging naklinken. Kijk wat dit voor je doet. Dan ga je één schouder, wel erg gedaan, één schouder optillen, alsof iemand het anders voor je optilt. En dan laten zakken. Hier kijk je wat voor, ja, hoe groot die beweging is voor jou, wat voor tempo die heeft. En het gaat echt dat je ontspanning gaat voelen langs je wervelkolom of in je nek, in je schouderspieren. In je kaakspieren. Dus zorg dat je een manier vindt wat voor de rest van je lichaam de meeste ruimte en opening creëert. Dus dat kan heel klein zijn, dat kan wat groter zijn, langzaam, snel. En dan weer de andere schouder.
Dan stop je even. En dan laat je één arm hangen naast je en die draai je open en dicht. Dus nu zit onder de schouder. Kijk je net wat we deden met de voet. Wat voor rotatie heb ik in de heup? Kijk je wat voor rotatie heb je in de arm? En wie hier, je forceert het niet, hè? Dus eigenlijk laat je je arm wibbelen. Alsof iemand met je arm speelt en die laat hem heen en weer draaien. En voor de ene gaat het tot in de schouder, voor de ander gaat het alleen maar in de onderarm. Dus allemaal prima. En dus het gaat nu niet om het forceren, het gaat om te kijken, ja, wat voor beweging zit erin. Dus als je langzaam doet, prima, maar let op dat je niet gaat verstijven. Ja, dit is beter, Helene. De eerste keer deed je een beetje geforceerd. Dus je wil nu helemaal geen druk hebben boven in de schouder. Je wil kijken, ja, wat is de vrijheid van rotatie in mijn arm? En dus de schouder en de schouderblad blijven geheel op hun plek in principe. Want kijk wat voor beweging daaronder is. Het is natuurlijk een heel klein beetje beweging, maar... minimaal. Dat is wat we nu in deze les een beetje aan het onderzoeken zijn. Hoe bewegen de verschillende delen afzonderlijk van elkaar? Hoe beweegt de heup afzonderlijk van het bekken? Hoe beweegt het bekken afzonderlijk van het been? Hoe beweegt de schouder? Wel, het bovenlichaam op zo'n plek blijft. Hoe beweegt mijn arm, wel de schouder op zo'n plek blijft. En straks gaan we kijken of we dat bijna alles een deel kunnen samenvoegen. En dan moet je dus en los van elkaar kunnen bewegen en in verbinding, samen. Dus in het dagelijkse leven zijn er sommige dingen die je, bijvoorbeeld als je iets pakt in de supermarkt en het is licht, dus een pakje cornflakes of zo, dan kan je, ja, los van elkaar, kan je dissociëren je arm van de rest van je lichaam. Moet je een krat bier uit een rek pakken, dan moet je in verbinding bewegen. En dus in het dagelijkse leven meestal wordt dissociatie of verbinding aangegeven door de massa van wat wij moeten verplaatsen. Nu is de vraag, als je achter je computer werkt, hoe weet je hoe zwaar iets is? Mentaal en emotioneel. Want het werk aan zich, fysiek, is licht. Je moet alleen maar typen, praten, lezen. En dus dat is bij sommige activiteiten die minder tastbaar zijn, die minder... body, lichaam, belichaam zijn, is het lastig om dan altijd af te wegen, ja, is dit nu zwaar, is dit nu licht? En dan hebben we de neiging om altijd in dissociatie te zijn in het lichaam, omdat we denken dat het licht is. En dat putt ons soms uit. Het is niet altijd licht om met een
collega's samen te werken. Dat hangt helemaal af van de uitwisseling met die collega. Soms komt iemand met een vraag en het is heel makkelijk. En soms denk je, nou, die vraag is zo vervelend, zo lastig. Dan vind je ze eigenlijk ook zwaar, belastend. En als je dan in verbinding bent met je hele lichaam, in plaats van een dissociatie, kan je het misschien beter handelen. En dan nu de andere arm. Dus wanneer beweeg ik dissocieerd, los, in losse delen? En wanneer beweeg ik uit verbinding? En hoe ga ik over van het ene naar de andere modus van bewegen? En soms, je weet het ook, soms ga je een deur open doen en je denkt dat die heel licht is, want die ziet heel licht uit. En dan ga je dus vanaf dissociatie alleen met je hand en je arm die deur willen open doen. En dan kom je daar, en die deur is veel zwaarder dan je dacht. En dan moet je schakelen en moet je gaan verbinden. Dus dissociëren is heel fijn, want dat geeft ontspanning in bepaalde regio's. En dissociëren, daar kan je ook met strekkingen doen, hè? Dan strek je een bepaald gebied. Maar dat kan je alleen maar zo doen, en dat is alleen maar goed voor de gezondheid, als er echt niemand anders, als je niet met iemand anders bezig bent of met een voorwerp. Dus als er niks is, geen weerstand, geen druk van buitenaf. Op het moment dat je een interactie aangaat met iets of iemand, moet je altijd een mate van verbinding mee hebben. Dat is gewoon voor je draagkracht, voor je gezondheid, is dat beter. Dus als je bijvoorbeeld fietst, moet je altijd een mate van verbondenheid hebben. Want als je bijvoorbeeld een stoot krijgt van iemand, of je gaat vallen, of je struikelt, dan is het fijn, dan ben je allemaal bij elkaar. Dus dan is de kans op letsel kleiner. Maar als je dus echt van je fiets moet vallen, in het begin van de val moet je dissociëren, moet je de fiets loslaten. Je moet zeggen, ik ga nu vallen en dat gaat zo. En dan gedurende die val moet je weer gaan verbinden. Dus ik wil niet zeggen dat jullie heel veel moeten fietsen en oefenen met vallen van de fiets, maar het is wel een interessante gedachte. Maar je weet het ook hoe het is als je over glad iets glas loopt, ijs of zo. Dan moet je verbonden zijn, want anders gaat het alle kanten op. Hè? Maar als je valt, moet je wel los kunnen laten om dan weer te verbinden. Dus dat is een beetje wat we nu aan het onderzoeken zijn. En kom weer. In het midden. Voel even de beweging na. Terwijl we zo even bijkomen, vertel ik even wat we in de laatste half uur gaan doen, want die wordt dus niet opgenomen. Dus jullie hebben even nog een pauzetje. Dus in de laatste half uur gaan we gewoon in de metaalhouding zitten. En dan gaan we elke keer een klein beetje spiraal van het bovenlichaam. Dus dan ga ik eerst bijvoorbeeld naar rechts spiralen, heel klein beetje. En dan ga ik terugkomen, dat hou ik 5 minuten aan of zo, of 10 minuten. Dan ga ik ook naar de andere kant spiralen. En dan kom ik terug. En wat ik dan ook kan doen is 1 been openen. Dus 1 been openen, licht, uitgedraaid. En dan kan ik daar naartoe spiralen, naar die been, terug en van het been weg spiralen.
En dan doe ik de andere kant ook, hè. Dus dat is voor als je de les op de opname meedoet. Maar we gaan eerst verder. Dus handen op je borstbeen. En we gaan nu de schouderpartij, die oefening hebben we ook vaker gedaan, dus de schoudergordel bewegen terwijl de rest op zijn plek blijft. Weer op een andere manier een lichaamsdeel los van de rest bewegen. En hier ook weer, het doel is natuurlijk om bepaalde spieren te ontspannen, want je nek, keel, bovenkant van de schouder, ook de buik te laten zakken. Op een gegeven moment, als dat gelukt is om die ontspanning te vinden, kan je natuurlijk die beweging iets groter maken, waardoor je ook niet meer alleen ontspanning krijgt, maar misschien strekking. En waar je kijkt van ja, kan ik daar meer beweging in krijgen? Maar in het begin is dat helemaal niet interessant misschien. Het interessant is om te kijken, wat is er voor mij, voor mijn lichaam? Wat is de mogelijkheid om hier soort van vrij te bewegen en meer ruimte te creëren hier en daar? Ook hier ga je zoeken naar welke tempo ja, voor jou het beste past. Voor de gevoel van vrijheid en ontspanning. En misschien is het klein en snel, klein en langzaam, groot en langzaam. Kijk maar. En misschien ben je iemand die gewoon af en toe van tempo moet wisselen. Dat je anders te gewend raakt aan dat ene tempo. En dan kom je in het midden. Voel even na.
Dan gaan we terug naar de beweging waar we het bek op kantelden. En waar we ook de wervelkolom meenamen. Dus dat we omhoog en naar beneden kijken. En nu gaan we ook de armen openen en sluiten. En dus je opent je armen iets naar achter en je sluit ze erin. Je draait ze om alsof je met een cape jezelf wil beschermen. Dan kom je dat allemaal. Dus nu het bekken dat kantelt. Ja, dat is een losse beweging. De schouders en de armen die openen en sluiten is ook een losse beweging. En toch ga je alles samenvoegen. Dus je hebt de vrijheid van de losse beweging. En de verbondenheid en eenheid bewegen samengevoegd. Deze beweging, als we hem staan doen, dan doen we hem zittend, maar vertaling uit het Chinees is plucking the back. Het beeld wat ik erbij heb, geen idee of dat correct is of niet, maar ik zie een klein vogeltje, een pimpelmeesje of een merel, die dan in de zon even zijn veertjes oprekt. Zichzelf opluist of net een bad heeft genomen en dan gaan ze zo helemaal rondmaken en schudden. En ook de voorkant kunnen ze zo groot opblazen. Dus stel je voor dat je al je veertjes, je bent een vogeltje en je rekt, strekt al die veertjes aan de rugzijde, maar ook aan de voorzijde. Je kan natuurlijk een heel ander beeld ook hebben. Je stelt je voor, je bent een soort van zeewier, diep in de zeebodem. Je voeten zijn geankerd in de grond en de rest beweegt mee met het water en de stromingen. Dus kijk maar welk beeld je het meest aanspreekt. Je mag ook natuurlijk je eigen beeld bedenken. En kom met je handen op je onderbuik. Even navoelen wat dit met jou doet.
dan straks gaan we in één houding, dus de metaalhouding, maar je mag ook een lage houding doen, dat is allemaal prima. Gaan we dus zitten en dan telkens een klein beetje een spiraal toevoegen. Kijken wat dat met je doet. Dus kies een houding die je wil doen, maak je een welke. Zorg dat die ellebogen niet gesloten zijn. Dus als het nodig is dat je handen iets verder zijn. Ik heb korte armpjes, dus mijn handen zijn boven mijn dijen, net daarboven. En dan heb ik nog een ronde houding. Maar heb je langere armen, moet je het misschien iets verder doen of iets klein beetje hoger. Hè? Dus kijk maar wat bij jou past. Dus we beginnen met alles in dezelfde richting. Mijn grote tenen wijzen naar voren. Mijn knieën zijn boven mijn grote tenen. Mijn heupen, mijn schouders, alles is dezelfde richting. Mijn knieën zitten boven mijn voeten en mijn schouders zitten boven mijn heupen. Ga je heel klein beetje draaien. Dus het is weer alleen de schouders eigenlijk, hè, wat we net hier ook deden. Dus de schouders draaien en de armen die zitten vast. Dus die draaien een soort van mee. En dus in plaats van voor, een klein beetje met de schouders in een twist. Maar je hoofd blijft voor. En dus dit is eigenlijk ja, een spiraal, een tork, als het ware. Dus je benen zijn voor en vanaf... Nou ja, het begint bij je navel, hè? Want die schouderpartij die doen ook iets hier. Dus vanaf daar begin je een soort van wenteltrap, maar het hoofd draait weer terug. Dus eigenlijk ben je een soort wobbelchips. En het verschil tussen recht zitten en spiraal, dat wil ik graag dat jullie gaan ervaren. En dus de spiraal die is iets onaangenamer.
Dus Christine, je mag iets meer draaien. Ik heb niet het gevoel dat je gedraaid bent. Dus dit is recht. En dan draai je dit. Ja, draai je schouders. Nou, één schouder naar achter, één schouder naar voor. Ja, ja. En kijk dan weer terug naar voren. Ja, ja. Dus een spiraal, een schroef, is sterker dan een nagel, want die heeft dus zo'n spiraal. Als je bijvoorbeeld een handdoek met de hand was, om het water uit te knijpen, werkt beter als je ook gaat draaien, wringen. Dus nu zitten we ons lichaam te wringen. Dat betekent, misschien voel je dat al, mijn handen die worden al warmer, die worden een beetje nattig ook, nattig warm. Maar misschien gaat je hartslag iets omhoog of je ademhaling of iets. En dus een spiraal, een wringbeweging in je lichaam, dat zet iets meer stress op je lichaam. En dat betekent dus dat ons immuunsysteem, die komt pas in actie als we daar een beetje stress aan geven. Dus dit is positieve stress, hopelijk, voor het immuunsysteem. En je immuunsysteem en allerlei, ja, de doorbloeding, de productie van witte bloedcellen, alles wordt een klein beetje aangezet, want je zet je lichaam in een heel klein beetje stress. Het probleem van het immuunsysteem is als je continu onder stress bent, dat hij dan niet meer uitgaat. En dan heb je een immuunsysteem die altijd denkt dat hij wordt aangevallen. En dan kan je dus een... met zo'n ziekte, nou, die ziekte waar je eigen immuunsysteem jou constant aanvalt. Dus te veel stress is zeker niet goed, maar een beetje stress is eigenlijk heel gezond. Nou, nu zit je in een veilige omgeving, in je eigen kamertje, je hebt voor straks een kopje thee al klaargezet. Dus de stressgehalte in de omgeving om je heen is zo dusdanig laag, dat je wel en veilig, dat je jezelf een beetje onder stress kan zetten. Zit je bijvoorbeeld voor het eerst op een paroolschaatsen, heb je dat nog nooit gedaan, nou, dan moet je niet nog extra stressgehalte aan toevoegen. Dus in principe alles waar een spiraal in zit in het qigong, voegt een bepaalde extra pressie, extra druk, extra stress op het lichaam. Is heel goed en gezond. Maar bijvoorbeeld zittend is minder druk op het systeem dan staand. Dus dan kan je beter de spiralen oefenen zittend dan staand. Maar als je te snel... schakelt naar gedraaid werk of spiraalwerk in het qigong, dan kan het zijn dat je nog niet genoeg draagkracht hebt elders, in je benen, etc. Waardoor toch te veel stress wordt gegenereerd en je de druk niet kan laten zakken en ankeren. En dan kan je dus een soort van opvliegers, rode hoofd, hoofdpijn, spierpijn in de schouders en nek, hè, daar kunnen allerlei verschijnselen komen. Nou, iemand die 20 is, die slaapt daar één nachtje over die verschijnsel en klaar, weg. Nou, maar ben je wat ouder, dan is het eigenlijk niet altijd wenselijk om dan door te blijven zetten tegen beter weten. En dus op een gegeven moment is altijd de vraag van hoeveel zet ik mezelf onder positieve druk? En dan hopelijk ken je jezelf goed genoeg om daar op een goede manier mee om te gaan gaan. En kom weer terug naar het midden. En voel wat voor jou het verschil is tussen twist en gewoon recht. Let op dat die ellebogen niet te dicht op je lichaam zijn. Dus een ronde, ruime, ronde houding.